Ik denk dat we eigenlijk van start kunnen gaan. Ik tel momenteel 73 deelnemers op deze online masterclass. Een cursus voor gevorderde schelpenkenners of voor wie maar niet genoeg kreeg van de basiscursus. Het is een opleiding in het kader van LifeWatch Belgium. We zullen deze masterclass starten met een opfrissing van moeilijke schelpensoorten. Gevolgd door de online schelpdesk, waarin allerlei vragen gesteld kunnen worden over moeilijkere soorten of specialetjes die ook te vinden zijn op onze stranden. En dan geef ik nu graag ook het woord aan Jan Seys, woordvoerder van het Vlaams Instituut voor de Zee en marinebioloog. Dank u wel, Annelies. Goedenavond allemaal ook. Een aantal onder jullie hebben daarnet ook de basiscursus gevolgd. Ik zie ook heel veel nieuwe gezichten. Welkom allemaal, ook uit mijn naam. Ook blij om hier Francis Kerkhoff en Aaron Fabrice ook bij ons te hebben. Twee echte kenners vanuit de strandwerkgroep, die straks in het tweede luik inderdaad heel wat extra zaken gaan toevoegen en ook jullie kunnen helpen bij het herkennen van misschien schelpen die je zelf hebt meegebracht. Sta me toe om de volgende slide te proberen. Laten we eens even kijken. Ja, dat lukt. Uiteraard organiseren we deze mastercursus, net als de basiscursus, in het teken van de grote schelpenteldag, die op zaterdag 19 maart plaatsvindt in 10 Belgische gemeentes. Trouwens, voor degenen die het niet weten, voor het eerst gaat die cursus ook door de cursus, bedoel de schelpenteldag in Nederland. Dus de Nederlanders waren toch wel gecharmeerd met het initiatief in Vlaanderen en hebben voor het eerst Naturalis, de Nederlandse Malacologische Vereniging en de Stichting Anemoon ook een initiatief gepland op datzelfde weekend. Dus dat is heel mooi. Ik ga een paar slides voor de mensen die daar net erbij waren moeten herhalen, omdat dat nu eenmaal een basis is die je echt wel nodig hebt. En de eerste is eigenlijk een kleine verwittiging dat het toch altijd verstandig is om bij het herkennen van schelpen je niet te veel laten leiden of misleiden door kleuren en door grootte. Dat heeft te maken met het feit dat schelpen uiteraard ook kunnen slijten, zeker als ze wat langer op het strand liggen. En daar kunnen de kleuren dus ook de gevolgen van dragen. Maar dan los daarvan kunnen schelpen heel veel verschillende kleurvormen en variëteiten hebben. Je ziet daar rechtsbovenaan bijvoorbeeld de halve knotten strandschelp, waar je ook heel wat verschillende al dan niet gebandeerde exemplaren ziet. Dat geldt voor heel veel soorten, dus pas op met kleuren als eerste maatstaf voor determinatie. Grootte is een beetje hetzelfde verhaal. Als je links daar wat tepelhoorns ziet liggen, een slak, een roofslak, dan heb je typisch bij ons de gewone of grote tepelhoorn en de glanzende tepelhoorn, wat een kleinere soort is. Maar uiteraard kan ook een gewone tepelhoorn jong zijn en dus klein, en dan perfect dezelfde grootte hebben van die glanzende. Dus pas op dat je daar ook niet puur en alleen naar grootte kijkt. Goed, dat zijn een paar algemene zaken die ik hier wil brengen, maar misschien ook nog meegeven dat ook oriëntatie belangrijk is bij het herkennen. Zeker als je bepaalde gidsen en zoekkaarten zult gebruiken, zal er nogal vaak gevraagd worden om te kijken bijvoorbeeld naar de voorste of de achterste sluitspier. Ja, dan moet je natuurlijk weten wat de voorzijde en de achterzijde is. En bij een tweekleppige is daar een handig middeltje voor. Wel, laten we eerst beginnen hiermee. Je hebt natuurlijk altijd een rugzijde en een buikzijde. Een dorsale en een ventrale kant heet dat dan ook. De rugzijde is de plaats waar de twee schelphelften met elkaar zaten, met een ligament of met verschillende tanden. En dan is de andere zijde daartegenover, hier onderaan natuurlijk de buikzijde. Hoe bepaal je dan wat achter en voor is? Wel, een gemakkelijke truc, niet bij alle schelpen, maar bij een aantal, is om te kijken naar de mantelbocht. Dus de mantellijn is die lijn die je daar ziet lopen, wat eigenlijk ja, de plek is waar het weefsel van een levende schelp aansluit bij het kalkenomhulsel. Dat vormt een soort, ja, noem het een soort litteken, een soort band die je kunt zien. Dat is de mantellijn. Wel, die gaat eigenlijk een soort bocht vormen. En dat zie je hier in blauw weergegeven. En typisch aan de achterzijde ga je die bocht vinden. Dus als je die bocht vindt aan de binnenkant, dan heb je eigenlijk te doen met de achterzijde van de schelp. En dan is de andere zijde natuurlijk de voorkant. Waarom is dat zo? Want dat is eigenlijk heel eenvoudig. Die mantelbocht is daar nodig op die plek, die instulping, omdat dat de plek is waar
de sifo's, dus de in- en uitstroombuisjes, aanwezig zijn. Ik ga dat hier eventjes tonen. We doen eventjes die dingen weg. En hier heb je het levende dier, dus eigenlijk het vlees van dat levende schelpdier. En dan zie je inderdaad de hoogte van die linkerkant, die achterkant, dat daar die sifo's naar buiten komen en dus die inbochting van die mantel hebben veroorzaakt. Rechts onderaan zie je trouwens de voet, dat gespierde orgaan wat bij schelpdieren aanwezig is. Als je bij slakken kijkt natuurlijk, daar heb je geen linker en rechter schelpen, daar heb je gewoon inderdaad het één stuk bestaand kalkenhuisje. Daar zijn ook heel wat kenmerken aan te zien. Er is een top, er is sprake van windingen en van groeven, er is een mondopening natuurlijk. Bij levende exemplaren zit er vaak ook nog een soort sluitplaatje in die mondopening, dat heet het operculum. Als ze dood zijn, ga je dat niet meer vinden, dan is dat weg natuurlijk. Goed om weten is dat slakken veelal rechtsdraaiend zijn, maar ook soms linksdraaiend. En wat betekent rechtsdraaiend? Als je dat wil bekijken, hou dan de slak met de opening naar je toe gericht, zoals je elk van de drie afgebeelde slakken kunt zien. En als je dan op die manier de opening eerder aan de rechterzijde zit, dan heb je te doen met een rechtsdraaiende slak. Het is een eenvoudig middeltje om dit te onthouden. Oké. Welke zijn nu bij ons de talrijkste schelpen? Dat zijn die 15. Dat weten we uit de 4 vorige edities van de Grote Schelpenteldag, waar in totaal al meer dan 140.000 schelpen door heel veel mensen samen zijn bekeken, geteld en geïdentificeerd. Ik ga ze hier niet allemaal overlopen. Dat hebben we in de basiscursus wel gedaan, die eerste 15. Maar hier gaan we eigenlijk een paar groepen eruit kiezen en toch wat meer in detail kijken naar die onderscheidende kenmerken. Welke zijn die groepen? Je kunt er natuurlijk nog wel wat bedenken waar problemen mee zijn, maar dat laat ik met veel plezier ook aan Francis en Aaron om eventueel nog wat extra schelpen te gaan behandelen. Wij gaan kijken naar een paar strandschelpen. Dat zijn dan typisch de Spizulas, maar ook de grote strandschelp Mactra en dan de nieuwkomer Molinia, de Amerikaanse strandschelp. We gaan de twee kokkels bekijken, twee mantelschelpen, dan eventjes tapijtschelpen erbij halen. De twee boormosselen, wat onderscheiden, zwaardschedes, de couteaus, de messen, zeg maar. En dan nog wat dunschalen en platschalen om te eindigen bij de twee meest voorkomende tepelhoorn. En misschien wel de allermoeilijkste, vind ik zelf toch, en ik merk ook zelf bij mensen die toch al wat doorgewinterd zijn, blijven toch wat mij betreft toch vaak die strandschalen, hè. En pijnlijk is een beetje dat natuurlijk de halfgrote strandschelp ook samen met de kokkel de talrijkste schelp is die je vindt op het strand. Dus het is wel belangrijk dat je die ook leert onderscheiden van met name de stevige strandschelp en de ovale strandschelp. Dus alle drie deze schelpen komen uit hetzelfde geslacht, de Spizula, zijn dus nauw verwant en toch enigszins verschillend en belangrijk om die te onderscheiden. Het eerste, en dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste kenmerken, vaak kun je al een groot deel van de halfgeknotte strandschelpen puur herkennen aan die afwijkende vorm. Waar een stevige en een ovale schelp mooi symmetrisch zijn, je ziet die top echt mooi in het midden, en dan heb je een mooie soort ronde schelp daar rond vanuit dat midden, ga je zien bij die halfgeknotte, ja, die top ligt nog wel min of meer in het midden, maar je krijgt toch vaak een uitgezakte kant, een wat schuine driehoekige vorm. Dat is daar wat weergegeven met dat rode lijntje. Dat scheelt typisch halve knotten. Als je dat hebt, heb je gewoon een halve knotten. Pas op, af en toe heb je ook halve knotten waar je toch weer twijfelt. Is dat nu wel driehoekig of is dat toch eerder rond? Omgekeerd ga je ook wel een keer een ovaal hebben die toch net een beetje een afwijkende vorm heeft. En dan wordt het wel lastig. Vooraleer we nog eventjes wat dieper ingaan op die drie soorten spizula, wil ik toch nog ook een andere strandschelp even vermelden. Want die is eigenlijk heel gemakkelijk te onderscheiden. Dat is de grote strandschelp, dat is ook als een ander genus, Mactra. Die is veel dunwandiger, dus die is gewoon heel anders, heel dunwandig. Kan uiteraard een stuk groter worden, 6 centimeter is geen uitzondering. Vaak ook met die witte strepen erop terug te vinden. Kan ook blauw zijn, grijs van kleur. Ik zet hem er even bij, maar eigenlijk zou dat geen onderscheidingsprobleem mogen geven met die andere drie. Dus die drie zijn en blijven wel een probleem. Dus zit je vast met de vorm, die dan op dat specifieke geval misschien niet zo heel typisch is, dan zijn er eigenlijk nog een drietal kenmerken, minimum drie, wat je toch kunt gebruiken. Een eerste is eigenlijk kijken naar de mantelbocht. De verhouding tussen de hoogte en de diepte van de mantelbocht. Dus dat is dat blauwe wat je daar ziet. En dan zie je eigenlijk dat bij de ovale strandschelp, dat die mantelbocht
eigenlijk een stuk dieper is dan hij hoog is. Een stuk breder dan hij hoog is. Dus je maakt zo'n beetje een fijnere, tandvormige vorm. Het kan trouwens helpen, dat is een klein hulpmiddeltje, als je het moeilijk ziet op een lege schelp, om met een potlood bijvoorbeeld die tekening, die soms subtiel is, om die mooi te gaan overtekenen, omdat je dan die vormen beter kunt onderscheiden dan als je dat puur op die indruk moet doen. Je ziet dus dat bij halve knotten links en stevige rechts, dat die mantelbocht een stukje korter is ten opzichte van de hoogte. Dat is een eerste kenmerk die je kunt gebruiken om eigenlijk met name ovalen van halve knotten te onderscheiden. Kijk je dan toch naar die mantelbocht, dan is er nog iets. Want die mantelbocht die ligt hier net onder, rechtsonder, wat eigenlijk een sluitspier is. Het afdruk van een sluitspier. Dus dat, die indruk die je daar ziet, je kunt dat misschien op deze figuren net niet zo goed zien. Maar weet dat die rode streepjes, die twee linker rode streepjes bij elk van de drie soorten, geeft eigenlijk de breedte aan van dat spierindruksel. En wat je dan ziet, is dat eigenlijk bij zowel halve knotten als stevige, dat de breedte van die spierindruk vergelijkbaar is, het is bij ovale en bij stevige, dat daar die breedte van dat spierindruksel vergelijkbaar is met de breedte van die mantelbocht. Dus die zijn ongeveer maal 2, als je die totale breedte bekijkt. Halve knotten daarentegen heeft een duidelijk kortere mantelbocht ten opzichte van dat spierindruksel, dus links. En dan zie je dat, dus dat is afgebeeld met die, dat de rechter rode streepje dat een stukje dichter bij dat tweede komt. En dat is een duidelijk onderscheidend kenmerk om halve knotten te onderscheiden van de andere. Dus ook als de vorm niet zo bevredigend is, probeer eventjes je te concentreren op die mantelbocht. Teken die over ook dat spierindruksel met potlood en bekijk dan die verhoudingen van zowel hoogte en breedte van de mantelbocht zelf als de relatieve verhouding tot de spierindruk rechts linksboven. Niet zo gemakkelijk, maar van te oefenen word je beter, dus ik zou het jullie allemaal aanraden. En dan is er ook nog een kenmerk wat je ook in de literatuur terugvindt, dat als je kijkt naar de dorsale kant, de bovenkant dus van een schelp, van een strandschelp, dat bij de ovale strandschelp het maantje, dus dat platte vlak rechts en links van die top, dat dat glad zou zijn en bij de andere twee soorten gegroefd. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar zelf altijd probleem mee, omdat het soms wel glad is, maar dat je toch een streping ziet. En dat is dan wel glad. Het is soms zeer moeilijk om een onderscheid te zien, vind ik zelf, tussen wat dan glad is, maar gestreept, of gestreept is en al dan niet glad. Maar goed, het is een kenmerk. Soms bij de juiste belichting kan het ongetwijfeld ook wel belangrijk zijn. Misschien dat straks ook Francis en Aaron dan nog iets meer kunnen opzetten. En dan sinds kort is er eigenlijk een nieuwe exoot, de Amerikaanse strandschelp, die het nog wat extra lastig maakt, want een verse Amerikaanse strandschelp gelijkt toch wel heel goed op een halve knotte verse strandschelp. Ze zijn allebei crèmekleurig. De Amerikaanse, zie je hier dorsaal bekeken, is toch een stukje boller van vorm. En wat daar toch wel een belangrijk kenmerk is, als je een doublet hebt, is aangegeven met die rode pijl, dat is dat er, als je de twee toppen bekijkt, dat er bij de Amerikaanse een duidelijke tussenruimte tussen die twee toppen te zien is, wat bij die halve knotte niet of veel minder het geval is. Een Amerikaanse is trouwens ook een kleine schelp, veelal kleiner dan 2 centimeter. Halve knotten kan natuurlijk ook klein zijn, maar kan een stuk groter worden. Let ook even op het ligament, dus het bindende bandje wat de twee schelphelften aan elkaar houdt, hier afgebeeld door dat donkere streepje. Bij halve knotten kun je dat eigenlijk mooi zien op deze illustratie. Bij Amerikaanse ga je dat van op die positie een stuk moeilijker of niet zien. Er zijn dan nog wat kenmerken. Ook groefjes al dan niet op datzelfde platte vlak wat we daarnet ook getoond hebben bij de ovale strandschelp. En er zijn ook nog wat kenmerken van tanden die je kunt bekijken. Ook dat is misschien iets waar de mensen van de strandwerkgroep nog iets willen over zeggen. Ik heb het idee dat vaak gewoon de ligging van die toppen en de algemene vorm je toch al een aardig stukje op weg haalt om die nieuwe exoot te vinden. En voor alle duidelijkheid, die is toch al behoorlijk talrijk, ook op onze stranden en zeker ook in Nederland. Als we kijken naar kokkels, dan is het eigenlijk de vraag hoe je een gewone kokkel onderscheidt van een brakwaterkokkel. De theorie is soms gemakkelijker dan de praktijk. Een gewone kokkel is eerder rond
Een typische brakwaterkogel is precies wat uitgezakt. Dus dat exemplaar daar links onderaan is een typische brakwaterkogel. Dus één zijde is echt uitgerokken. Wat afwijkt van die mooiere ronde vorm, hartvorm van de honing. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit een studie gedaan in het Veerse Meer. Heel lang geleden. En daar kwamen zowel gewone kokkels als brakwaterkokkels door elkaar voor levend. En ik had het indruk dat je daar eigenlijk bijna een gradiënt had van mooi rond tot helemaal uitgezakt en alles ertussenin. Dus het blijft niet zo gemakkelijk. Er zijn nog wat kenmerken. De slotband, rechts bovenaan zie je dat, die korter is bij de brakwaterkokkel dan bij de gewone. Als je kijkt naar de naad die je vindt dan tussen de twee schelphelften, is die eerder recht bij de brakwaterkokkel en eerder gegolfd bij de kokkel. Dat zijn ook allemaal subtiele kenmerken. Een beter kenmerk, en ook in, die, ook in het boek Strandvondsten wordt gebruikt, is dat als je de binnenzijde van een kokkel of een brakwaterkokkel kijkt, dat bij de eerste soort, de gewone kokkel, die ribben eigenlijk alleen maar te zien zijn aan de rand van de binnenschelp. Terwijl ze bij een brakwaterkokkel doorlopen tot op de top. Dus dat is een goed kenmerk samen met de algemene vorm. Voor alle duidelijkheid ook, het merendeel van de kokkels wat je vindt zijn toch wel gewone kokkels, wat niet belet dat je toch ook een behoorlijk aantal brakwaterkokkels kunt treffen. Gaan we eventjes naar de derde groep. We gaan niet alle mantelschelpen bekijken, want er zijn er meer dan dat. Er zijn ook een aantal fossiele soorten. Als we eventjes de twee talrijkste, die zijn echt niet moeilijk. Dat mag ook wel eens. Dan heb je de bonte mantel en de wijde mantel. En je ziet onmiddellijk al dat die zowel qua vorm, maar ook qua ribbeling toch wel duidelijk verschillend zijn. De bonte mantel heeft bijvoorbeeld twee oortjes die ongelijk zijn van vorm. Dat zijn die twee uitstulpingen daar bovenaan. Terwijl bij de wijde mantel zijn die oortjes min of meer gelijk van vorm. Je ziet ook dat de bonte mantel wat langwerpiger is dan die wijde mantel, die wat breder is. En als je dan toch nog twijfelt, tel dan gewoon de ribben. Want die ribben die zitten ergens tussen de 25 en 33 bij de bonte mantel. En bij de wijde mantel is er geen overlap, maar zijn die altijd minder in aantal, 18 tot 22. Dus altijd heel gemakkelijk te verifiëren. Tapijtschelpen is een ander verhaal, want er komen niet twee soorten, maar zelf tot vijf soorten voor. Die andere drie gaan we eventjes niet vermelden, omdat ze ook een stuk zeldzamer zijn. De gouden, geruite en gevlamde tapijtschelp. Er is daar ook een mooie publicatie en identificatiesleutel van, gemaakt door Koen Verschoren. Die kun je ook op internet vinden. Wat je hier ziet, is dat ze eigenlijk de twee soorten die je dan wel talrijk vindt, de gewone tapijtschelp en de Filipijnse, dat die op een aantal domeinen duidelijk verschillen. Een eerste wat hier eigenlijk zelf niet bij staat, is dat Filipijnse natuurlijk heel typisch soms heel veel kleurvlekken heeft en allerlei banden en heel sterk getekend is. Pas op, want ook gewone kunnen toch ook wel wat tekeningen hebben, zeker jonge exemplaren. Dus laat je daar ook weer niet te veel door misleiden. Wat wel afverschillend is, is de algemene vorm. Als je kijkt naar die gewone, die heeft toch een, ja, als je daar zo een soort rode vorm rond trekt, dan zit je eerder met een soort rechthoekige schelp, maar met afgeronde hoeken. Een Filipijnse is helemaal niet rechthoekig. Dat is eigenlijk eerder een soort rond-ovale schelp, met ook die typische inbochting die je daar ziet. Ook de tekening is afwijkend, is verschillend, die rastering die je ziet op beide. De mantelbocht die we daarnet ook besproken hebben bij strandschelpen, zie je daar op de tweede rij. Let ook even op die vorm. Dus je ziet daar bij de gewone tapijtschelp dat dat een zeer plat en fijn doorlopende mantelbocht is, terwijl die wat meer open staat bij de Filipijnse. En tenslotte ook de algemene vorm, een stuk boller, kan ook wel helpen om die twee talrijke soorten uit elkaar te houden. Dus die exoot, de Filipijnse versus de gewone. Dat brengt ons bij de twee meest gelijkende boormosselen. Er zijn er nog wel, maar laten we hier beperken tot de witte en de Amerikaanse. De Amerikaanse is een exoot. Als je die levend vindt, is het heel gemakkelijk, want anders ook wel trouwens. Maar hier centraal zie je eigenlijk twee levende exemplaren die uit turfbanken gehaald zijn op onze Noordzee. En dan zie je dat de witte boormossel links, dat die eigenlijk in levende lijven een soort extra schelpstukje heeft die die twee schelpen helft aan elkaar houdt. Dat heeft die Amerikaanse niet. Die is gewoon met de ligament aan elkaar. Het gevolg daarvan is ook dat de witte boormossel, als die afsterft en dat vlees verdwijnt, dat dat schelpstukje gewoon daar direct van dondert.
dat zonder ligament die twee schelpen vanzelf bijna uit elkaar vallen en dat je dus van witte boormosselen eigenlijk geen doubletten vindt. Bij Amerikaanse is het net omgekeerd, vind je eigenlijk vaak doubletten. Dus als je een doublet van een van die twee boormosselen vindt, dan is het eigenlijk standaard een Amerikaanse boormossel. Dat is niet het enige. Heb je schelphelften van beide, dan is eigenlijk het beste, gemakkelijkste kenmerk wat je links onderaan ziet, de omgeslagen schelprand bij de witte boormossel. Heel typisch. Kun je niet missen als je dat ene keer bekeken hebt. Heeft hij die wel, is de witte een inheemse. Heeft hij die niet, dan is het een Amerikaanse. Er is nog een kenmerk. Je ziet trouwens ook die omgeslagen schelprand bij de witte, links onderaan. Is als je aan de binnenkant kijkt, en dan heb je wel een heel onbeschadigd exemplaar van de witte boormossel nodig, dan ga je vaak soms nog dat smalle kalken uitsteekseltje zien aan de binnenzijde van de witte boormossel. Reken daar niet te veel op, zou ik zeggen, want vaak is dat natuurlijk ook al beschadigd en niet meer terug te zien. Dat is wel een kenmerk. En dan komen we bij de zwaardscheden. Hè. Dus ze zijn nooit gemakkelijk. Het grote voordeel is misschien wel dat je bij 90%, en dat zal wel een stuk meer zijn, tegenwoordig dat je, als je een dergelijke zwaardschede of messchep of wat dan ook vindt, dus zo'n typisch langwerpige schelp met die vorm, dan is het in een groot deel van de gevallen telkens de Amerikaanse zwaardschede, hier in de jaren 80 binnengebracht met ballastwater van schepen. Heel talrijk vandaag zit in de top 5 van onze schelpen aan de Belgische kust. Als je toch kans wil maken om een inheemse soort te vinden die erop gelijkt, dan is dit het moment om eventjes goed op te letten. Of nadien ook eventueel te kijken naar een eenvoudige sleutel die je ook op internet kunt vinden, gemaakt door Natal Severijns van de Strandwerkgroep. En dat is een sleutel om de West-Europese messcheften en zwaardscheden te onderscheiden. Ik heb ook de informatie uit die sleutel gehaald. Bovenaan zie je, dat is een gemakkelijke, heb je de messcheden. En die is gemakkelijk, want die is kaarsrecht. En die heeft vooral, waar die rode pijl staat, misschien op deze foto niet zo goed zien, heeft hij een duidelijke groeve. Heel gemakkelijk te zien. Het is echt een diepe groeve van toch een paar, een paar millimeter diep. Heel mooi een diepe groeve. De anderen hebben dat allemaal niet. Als je dan nog eventjes naar de rechte mesachtige schelpen kijkt, dan heb je ook het klein tafelmesgeft. Heel mooi recht. En ook kenmerken die schuine afgestoken kant aan één zijde. Dus vrij typisch wel om ze te onderscheiden. Kun je vinden bij ons, zij het een kleine aantal. En dan hebben we eigenlijk alles wat nog sterker gelijkt op die Amerikaanse zwaardscheden. En dus vaak wel enigszins gebogen is. Niet altijd, kan ook vrij recht zijn, maar toch meestal wel met enige buiging. En dan zie je daaronder aan de kleine zwaardscheden, die dan toch wel weer wat afwijkt. Vooral omdat hij mooi toch wel gekromd is en aan één zijde toch echt wel wat spitser gaat toelopen. Dat is een heel typisch kenmerk, de kleine zwaardscheden, let daarop. En wil je dan die twee laatste, de grote zwaardscheden en de Amerikaanse onderscheiden, ja, dan zie je op het eerste zicht altijd dat dat geen makkie is. Het geluk daar is dat als je de binnenzijde van die zwaardscheden bekijkt, dat het een stuk makkelijker wordt. En wat je dan best doet, er staan daar een paar andere zaken op, dat is letten eigenlijk op de lengte van het ligament, dus dat rode streepje, dus het bandje wat de twee schelpen aan elkaar houdt. Wel, als je de lengte daarvan vergelijkt met de lengte van het spierindruksel dat in de binnenkant van de schelp is ingegroefd, dat is dat zwart afgebakende veldje dat je daar ziet, er net onder of er net boven, wel, dan zie je dat bij de Amerikaanse zwaardscheden die spierindruk nauwelijks iets langer is dan dat ligament. Dus je ziet dat, dan komt er eigenlijk net een beetje rechts vanuit. Dan heb je met een Amerikaanse te doen. Bij de grote zie je dat dat spierindruksel, dat is trouwens een klein beetje anders van vorm, dat dat een heel stuk verder uitkomt dan dat ligament. Dus in dit geval eigenlijk bijna even lang als het ligament zelf aan extra lengte die het inneemt. Dus dat is een gemakkelijk kenmerk. Eventueel kun je nog kijken naar het andere achterste spierindruksel, waar ook een meer of minder golfvormige lijn te zien is. Maar bekijk zeker ook die sleutel als je wil verdiepen in zwaardscheden, messcheden en messcheften. Heel boeiend. Dunschalen en platschelpen, dat zijn eigenlijk, ja, je hoort het al een beetje aan de term, hè. Het zijn allemaal heel breekbare, vaak kleinere schelpjes, maar daarom niet minder belangrijk.
De witte dunschaal is trouwens heel talrijk bij ons. Soms na storm kun je die werkelijk massaal vinden, ook zelf levend. En dunschaal, het woord zegt hetzelfde, hier een levend exemplaar. Je kijkt eigenlijk bijna door de schelp heen. Het is bijna transparant. Je ziet donkere vlees te doorschijnen. Het is niet altijd zo, zeker als je met oudere schelpjes zit, dan zijn die niet meer transparant, dus laat je daar ook niet te veel door lijden. Maar de vorm, eens je die goed in geheugen geramd hebt, is dat toch wel heel typisch. De combinatie van klein, fijn, teer en die vorm is een witte dunschaal. Tere platschelp kun je ook vinden bij ons. Nogal vaak vind je die in een gele of een rozige vorm. En let dan ook even op die typische vorm ook weer. Je hebt eigenlijk, ik heb dat met die twee rode streepjes aangegeven. Het zit precies een knik in naar buiten, die zo, ja, die ene zijde van die schelprand die typische vorm geeft. Dus ook een beetje wennen aan die vorm. En dat is bijvoorbeeld heel gemakkelijk te onderscheiden van een ander soort, wat misschien op het eerste zicht allemaal wat op elkaar lijkt, en is een rechtsgestreepte platschelp. Dus het is niet een recht, maar een rechtsgestreepte platschelp. En waarom heet die rechtsgestreept? Dat kun je rechts onderaan zien. Wat je bij het rode pijltje, als je goed kijkt, ziet dat daar precies wat streepjes lopen. En dat zijn streepjes die je ook met je nagel kunt voelen op het schelpje. En alleen maar op de rechterschelphals, dus niet op de linkerschelphals, wat toch wel heel bijzonder is. De soort heeft daar aan zijn naam te danken, maar de vorm van de schelp vind ik zelf ook wel heel typisch. Als je links onderaan kijkt, zie je in plaats van een uitbochting naar buiten, zoals bij terenplatschelp, krijg je precies een knik links van die top, van die umbo, die inwaarts wijst. Heel typisch is ook als je de schelp eigenlijk van op de bovenzijde bekijkt, dat is het centrale fotootje onderaan, dat die snijlijn tussen die twee schelphelften een golvende lijn vormt. Ik ken weinig andere schelpen of genen die dat hebben op die manier. Het is ook een zeer goed kenmerk voor de rechtsgestreepte platschelp. Dat brengt ons bij de tepelhoornen, roofslakken. Twee soorten bij ons. De gewone, ook wel grote tepelhoorn genoemd, en de glanzende. Je ziet al op het eerste zicht dat die goed op elkaar lijken. De glanzende is vaak iets meer getekend, ook is minder bol en rond dan die gewone. De wendingen zijn ook een beetje anders. Maar er is ook een andere truc. Let ook niet te veel op de grootte. Ik heb het al gezegd. Natuurlijk, jonge exemplaren van de gewone of grote, die zijn vaak even groot als glanzende. Ook oppassen met kleuren. Als je fossiele exemplaren vindt of subfossielen, kunnen die gewoon allebei zwart-grijs zijn. Dus dan zie je ook geen onderscheid in kleur of in tekening. En dan rest vaak niet anders dan te kijken wat die rode lijntjes weergeven. En wat is dat? Dat is eigenlijk de manier, de hoek waarop de rand van die mondopening, dus dat is het, als we nu eventjes kijken naar de gewone tepelhoorn links, dan zie je als je die rand van die mondopening volgt van rechtsaf, en je gaat dus langs bovenom tot aan de slak zelf, dan zie je dat die eigenlijk vrijwel op een hoek van 90 graden uitkomt op eigenlijk de binnenrand van die mondopening. Dus dat vormt eigenlijk een T-sprong, zoals je daar ziet. Ga je bij de glanzende kijken en vergelijk je dat weer met die binnenrand, dus die onderste rode streep, dan zie je dat eigenlijk die mondopening, die lijn die die vormt, dat die niet over 90 graden, maar over een kleinere hoek binnenkomt en een hoek vormt. Dat is een goed kenmerk. Je moet er ook eventjes op oefenen, maar het werkt zeker. En ja goed, hiermee zijn we ten einde eigenlijk van het eerste deel. Dat was een korte intro tot een aantal moeilijkere groepen. Ik geef altijd graag mee dat er ook intussen zoiets bestaat als Ops Identify. Naast heel wat goede gidsen en determinatiesleutels. Ook het boek van Gans de Blauwe, Strandfondsen niet vergeten, waar ook uiteraard heel veel schelpen in staan, heel bruikbaar. Maar tegenwoordig heb je apps die je op je smartphone kunt downloaden. En dan gewoon je neemt een foto. En met een beetje geluk krijg je een juiste determinatie en zelf nog wat extra informatie. Die apps worden steeds beter. Die bestaan vandaag niet alleen voor schelpen trouwens. Daar zitten al meer dan 20.000 planten en dieren in Vlaanderen. Dus ik maak daar zelf handig gebruik van voor allerlei kleine en grotere dieren en planten. En hiermee wil ik eigenlijk mijn deel afsluiten. Dus ik ga jullie niet verlaten. Ik blijf aanwezig, maar ik geef heel graag het woord nu aan Francis Kerkhoff en aan Arend Fabrice. Beide verbonden aan de strandwerkgroep. En ik mag dat wel zo eens uitdrukken, dat zijn echte experten.